Ja, wat doen jullie hier zoal op deze mooie zorgboerderij? We hebben hier een kledinglocatie en daar brengen mensen daar kleding in. En daar hebben we een winkeltje bij en tevens verkopen wij dan de kleding ook weer tegen een hele kleine prijs. Wat doen we nog meer? We hebben hier een rustpunt. En er komen mensen van buitenaf, die komen dan een kopje koffie drinken en het appeltaartje eten die we hier zelf gebakken hebben in onze keuken. Is tevens ook heel fijn voor de mensen. Er komen andere mensen hier en ze hebben dan een beter voor de participatie. Ja, participatie is dat, voor de participatie. We hebben hier een fietswerkplaats, daar worden fietsen gerepareerd. We hebben met een lokale ondernemer hier in Almelo hebben we daar afspraken over. Er komen fietsen binnen. We hebben daar folders liggen. Als mensen dan de folder meenemen hier naartoe, krijgen ze een kopje koffie met een appeltaartje. Als hun fiets gedoneerd hebben, naar Peterzorg. Juist, en ik heb ook iets gezien van hout. Er is ook een houtwerkplaats. En wat wordt daar zoal gemaakt? Eigenlijk alles wat je van hout zou kunnen maken, maken wij. Wij maken vogelhuisjes, we maken tafels, we maken banken, we maken je tuinmeubelen maken we. Ja, en dat is allemaal in opdracht. En dan moet je nou zo zien. We hebben hier, leggen hier nergens druk op, bij onze medewerkers niet. Want leg je ergens druk op, dan is de motivatie op een gegeven moment ook weg. Dus het kan zijn als je wat bestelt, dat het een maand of drie duurt voordat je het dan daadwerkelijk thuis hebt. Maakt wel heel erg leuk, want je gaat wel met de mensen ga je daar naartoe. Je zet het er neer. De jongens en de dames hebben daar ook heel veel voldoening van. Kijk eens, dat hebben wij gemaakt. En dat is ja, eigenlijk het doel wat we hier willen behalen met elkaar. Ja, want en vandaag is het vooral dat iedereen een kijkje kan komen nemen. Iedereen kan nu een kijkje nemen bij Peterzorg. Op onze prachtige locatie. Net wat je net al zei. En vooral komen zeg ik. Ja, want jullie zijn de hele week normaal gesproken geopend? Ja, 4 dagen in de week zijn we open, van 9 tot 4 uur 's middags. Dan zijn we open, inderdaad. En als je met je fiets langskomt, dan kan je lekker even een kopje koffie en een plak cake of een taartje nemen. Niet alleen met de fiets, ook wandelaars even van harte welkom natuurlijk. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hallo Sietse, hallo. Wat ben jij hier vanmorgen aan het doen? Ik ben vanmorgen lekker hamburgers en braadworst aan het maken. Ja, dank je. En heb je er al veel gebakken vandaag? Ja, zeker. Ja, ik heb er flink wat gebakken. Loopt lekker. Dus het smaakt goed. Ja, want je hebt er al heel wat verkocht? Ja, ik heb er al behoorlijk wat verkocht. Ja. De lekkerste hamburgers voor Sietse. De lekkerste hamburgers. En Sietse, doe je dit hier vaker of is dat vandaag alleen maar voor de open dag? Vandaag alleen maar voor de open dag. Normaal ben ik hier een beetje de tuin bezig en houtwerkplek, houtkloven. Dus ik heb het goed naar mijn zin hier. Ja. Jij bent de houtklover. Ja. En wat houdt dat in, dat houtkloven? We halen hout van de bomen, kappen we om en maken we klaar voor de open haard. Ja. Dus, dan zit iedereen er in de winter warmpjes bij? Zitten ze er inderdaad warmpjes bij, ja. En vandaag, ga je nog even door met bakken? Ik ga vandaag lekker door met bakken. Lekker hamburgers realiseren. Dankjewel. Dank je goed hoor. Heb je zin in een kop koffie? Kom maar hierheen. Het is hier op de Erven de Brug koffie met appeltaart. Het is gezellig. Dus kom er lekker erbij. Dus I love you voor iedereen heel Nederland.